De middagvoorstelling van volgende week zondag zal geheel gewijd zijn aan het Allerheilige Concert uit Wenen en ditmaal met de grote dodenmis van Hector Berlioz. Terug nu weer naar vanmiddag, het tweede deel van het Rotterdams Museum Vierluik nu. Rotterdam timmert aan de weg. Binnenkort een nieuwe schouwburg, nu al 4 nieuwe of vernieuwde musea en volgend jaar een grote manifestatie, Rotterdam 1988. Over die 4 musea maakte Ike Bertels 4 films en daarvan kunt u de tweede nu gaan zien in het komend half uur. Die gaat over het Maritiem Museum Prins Hendrik, het oudste scheepvaartmuseum van ons land, gelegen aan de Leuvenhaven midden in Rotterdam. In tegenstelling tot de oorspronkelijke aankondiging zullen deel 3 en 4 van deze korte museumversie pas worden uitgezonden op zondagmiddag 22 en 29 november.